Wat ga je het meest missen, denk je, aan je tijd hier? Ik weet niet, de mensen, de sfeer. Gewoon dat heel ding van, we zijn hier om te leren, niks moet nog. Maar gewoon het losse studentenleven in het algemeen ga ik wel missen natuurlijk. Mijn medestudenten, sowieso. Ja, en het gevoel van samen zijn hier op de campus. People are coming from super different backgrounds. And that's something like that's so special, you don't get to have it at every university. Ik denk zo het slotmoment aan een mondeling examen, waarbij de prof zegt van, het is goed geweest. En wie was voor jou de meest memorabele prof hier eigenlijk? Goh, veel docenten gehad. Docenten die ook echt in het vak staan. Die sowieso wel voldoende ervaring hebben om iets bij te brengen. I think I have a couple of favorite ones. I really liked to have the lectures with Anne Peters. She was our professor for multilingualism and literature. Ik zou kiezen voor Marie-Yves Michaud. Zij was altijd heel behulpzaam. Zij heeft echt altijd voor de leerlingen, de studenten eigenlijk gemotiveerd. Dat is eigenlijk moeilijk om te zeggen, maar als ik een prof zou moeten kiezen, zou ik zeggen Mark van den Bossen, omdat in zijn lessen bepaalde filosofische aspecten naar voren kwamen dat mij het meest zijn bijgebleven. De koning en, oh, ik ben de naam vergeten, ik ben slecht met namen. Maar de twee Engelse leerkrachten, professors, ik mis die keihard. Die waren super tof. Het is hier echt plezant. Ik wou er een keer blijven wonen.